Heb je ook iets leuks meegemaakt deze week toevallig? Ja, ik heb gewoon heel erg lekker gewerkt de hele week. Nou. Ja, was dat. Ja, dat klinkt raar, maar ik had het super naar mijn zin. Ja? Ja, goede week. Ja, maar even nog één keer als mensen die voor het eerst luisteren, wat doe je precies voor werk? Ik werk in een kledingwinkel. In een kledingwinkel? Moet kunnen. Ja, en wat doe je dan in die kledingwinkel? Want mensen die komen dan op afspraak. Ja, dat klopt. En die moet je dan helpen. Maar omdat het op afspraak is, heb je ook wat meer tijd voor één klant. Dus dat is heel leuk, vind ik. Ja. En ik vind het ook leuk dat als iemand komt, die wil dan ook een nieuwe outfit, fully outfit. En dan denk ik, ja. Je vindt, ik ga het wel even voor je uitzoeken. Ja, en dan maak je diegene ook gewoon blij. Ja. En dat vind ik heel leuk. Dat geeft echt energie. Maar je werkt dan in een hele hippe winkel, toch? Voor echte mensen met een hele dikke portemonnee. Nou. Nee. Ja, dus. Hey, maar even back to business. Ja. Gaat daar ook jouw Little Him deze week naartoe? Of heb je iets anders leuks meegemaakt? Nee, daar gaat mijn Little Him heen. Dat ik gewoon lekker aan het werk ben. Ondanks dat het corona is en dat de tent niet vol zit. Weet je, degene die komt, kun je dan goed aandacht geven. Ja. Je hebt in ieder geval werk. Ja. Dat is wel een ding, nu. Heel belangrijk. Ja, zeker. Ja. Mooi. Rick, ik geef jou de beurt om de volgende te zijn met de Little Him. Nou, ik heb wederom niks speciaals. Maar wel iets bedacht. Mijn Little Him van deze week gaat eigenlijk naar ons twee. Oh ja? Ja, een beetje narcistisch misschien, maar toch? Nee, heel sentimenteel. Ja. We hebben deze afgelopen week namelijk een nieuw record gevestigd. Wat betreft ons YouTube-kanaal. Oh, ja, zeker. Dat klopt, ja. Ja. We hebben vorige week, hebben we het er ook al kort over gehad, een video geplaatst. Een reactievideo. Him React heet het. Was een reactievideo op een liedje van Nightwish. The Greatest Show on Earth. En afgelopen nacht heeft die video de magische grens van 10.000 weergaven bereikt. Holy shit. Wow. Nou, wat goed! Ja. Zeker, dank je, Martien. Ja. Nee, maar echt, hoe bijzonder. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, klopt. Als je het nog niet hebt gezien, ga even naar ons kanaal Him Media op YouTube. En dan zie je daar een video staan die heel erg goed bekeken is. En dat is die waar jij het over hebt. Die ene. Geloof ons maar. Het is niet zo moeilijk om die ertussenuit te halen. Nou, wel supergoed, toch? Ja. Dus, daarom hebben we ook even een drankje erbij deze week om te vieren. Absoluut. Proost. Cheers allemaal. Proost. Tante. Ja. Met een tik. Lekker. Nou, Miguel, hoe zit het met jou? Ja, ik heb inderdaad ook een redelijke vlakke week gehad. Maar mijn Little Him die gaat toch denk ik echt naar Pieter Omtzigt. Want er is namelijk van de week een debat geweest van ongeveer 13 uur. Helemaal gewijd aan hem. Heb je dat een beetje gevolgd, Dominique? Nee. Nee? Nee, was ik echt was bizar. Echt druk. En als ik thuis kwam, dan wilde ik alleen maar slapen. Ja. Nee, het is inderdaad wel, zijn ze echt doorgegaan tot midden in de nacht. En waarom gaat mijn Little Him eigenlijk uit naar hem? Het lijkt me heel erg ongemakkelijk om hem te zijn op dit moment. Denk je dat niet? Heb je het een beetje gevolgd waar het over gaat? Nee, je schudt je hoofd. Nou ja, dit gesprek kun je niet met mij voeren. Nee. Nou ja, er is dus een verkenning geweest om te kijken welke partijen een nieuw kabinet zouden kunnen vormen. En doordat Ollongren een positief coronatest had, moest ze meteen naar huis. Heeft ze in alle haast al die papieren met aantekeningen onder haar arm genomen. En de journalist heeft daar een foto van gemaakt. Ja. En daar stond dus op positie Omtzigt, functie elders. Terwijl dat een van de meest populaire politici is. Dus iedereen vond dat raar. Iedereen had er vragen over. En hij zat overspannen thuis. En nu is er dus een heel debat geweest dat daarover gaat. Van wie heeft dat erop gezet? Ja. Bleek achteraf Rutte te zijn geweest. Maar dat kon hij zich niet meer zo goed herinneren. Nee, dat had geen prioriteit waarschijnlijk. Nou, hij kon het zich gewoon niet herinneren. En, maar omdat hij dus overspannen thuis zit, en hij heeft zelf ook in een interview gezegd dat hij zich heel ongemakkelijk voelde, vond ik eigenlijk wel dat die Little Him van deze week naar Pieter Omtzigt gaat. Oké. En dus, terecht. Ja. Nou. Ja. Dus dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja, ik heb het zelf niet meegekregen, moest even een spanningsplasje doen, maar... Eens. Ja. Oké, heel goed. Zijn we het dan over eens dat we klaar zijn met de Little Him? Ik denk het wel, de kop is eraf. Ja. Soms in de muzikale nieuwsquiz. Maar eens even lekker het weekend indansen, denk ik. Zeker! Bruno Mars Treasure! Welkom bij de cursus Weekend voor Behimmers. Allereerst duimpje omhoog doen, daarna delen met je vrienden en natuurlijk volgende week weer kijken.